Ik ben Gorik. Ik ben Maxime. En ik ben Bert de Klerk. En ik hou van giraffen met een lange nek. Maar los daarvan ga ik jullie deze knettergekke videoclip presenteren. Deze anonieme basejumper laat duidelijk zien dat de kortste weg niet altijd de gemakkelijkste is. Maar wat ging er juist mis? Zoals je ziet maakt onze held een bocht net voordat hij de schans oprijdt. Hierdoor verliest hij snelheid, maar ook gewoon heel veel hoogte. Vervolgens wacht hij ook nog eens 4 seconden voordat hij zijn parachute opentrekt. Ik bedoel 4 seconden als je van een klif aan het stuiken bent. Gelukkig heeft hij de val overleefd. Maar ik zou toch zeggen, don't quit your day job. Vind jij mij wel een spontane jongen? Stem dan op www.discoverychannel.be voor mij. Zo niet, spuw dan nu op je scherm.